We have been to a lot of abandoned places. We went to abandoned castles, houses, underground tunnels, graveyards, factories, and much more. Every Sunday, we show you a new abandoned place and we share it on this YouTube channel. In this episode, we will take you to an abandoned monastery. Sit back and relax as you watch this video. Because this is a centuries-old place with a lot of history, there is also a possibility that this place dates back to the times of Gaul. To remind you that France was a part of Gaul at the time of Jesus Christ, this might be a good video for you. Don't forget to press the bell button next to the subscribe button. Welkom allemaal bij een nieuwe video. We zijn net moeten lopen omdat we een nieuwe locatie wouden doen. Maar er kwam dus een directorentomein opgereden. The abysses were very deep and dangerous. We also had to cross some bridges that weren't in the best condition. So, we had to be very careful. From the moment we came closer to the monastery, a new adventure could start. Op ditzelfde domein staat een huis dat bewoond is. Dat is een grote huis. Dat is echt wel heel schoon. Because there was an inhabited house on the same property, we had to sneak up to get to the monastery. In the end, we arrived at a centuries-old place. This should be the monastery. Honestly, I think this was more of a small place for praying in someone's backyard. This is the kapel that op die grot staat. Ah, maar wacht eens. Ik denk dat deze een soort waterput is. Nee, is dicht. Dit heeft ook wel een hele grote historie, denk ik. Hier zat vroeger ook allemaal water in. Zie je dat preusje, die pilaren? Dat was hier een soort vijver of zo. Dat is ook wel even tof om te weten. Ik vind dat wel heel schoon. Ja. Toen doet dat u ook aan Griekenland denken? Ja, de Athene. Ja, zoiets. Hè? Kom, want. Wat is dat precies? Danger. Danger put très profond. This means danger. There is a deep well. To be honest, we felt that there was a greater risk of collapsing than falling into a well. Ik vind het zo heel plezant eigenlijk, toch? Ziet er wel schoon uit, hè? Deze doet mij ook denken aan World of Warcraft. Van een of andere dungeon. Wauw, dit is echt zo. Van Romeins tijdperk en zo. Ik vind het knap. Alleen jammer dat ik weinig geschiedenis hiervan weet, maar dat valt wel op te zoeken. Finally, we had arrived at one of the most ancient abandoned places I've seen so far. A long time ago, France was part of Gaul. Maybe this place was still a remnant of that time. If that's really the case, we might be able to find some Celtic texts.
Hier ziet je dus ook dat honden echt al eeuwenlang huisdieren waren. En deze is precies dat er een graf zit of zo, ik weet het niet. Precies of daar zit iets in achter of zo. Goh, dat is een schrift, Romeins schrift of zo misschien. Ik denk dat dit Romeins schrift is. Wauw, lekker melk. Echt ferm gast. Hier is ook totaal geen vandalisme. Het is echt gewoon vervallen. Maar echt niks vandalisme. En dat is echt het plezantste. Hier is een klein zijkamertje. Wel ondersteund door pilaren. Instortingsgevaar. Zie je al die spinnenwebben. Deze is echt gewoon dat al die jaren dat gewoon die steen glas nog heel is. En deze is gewoon allemaal van, ja, ik weet niet, Romeins en zo. Hier leef precies ook, dat is precies ook zo'n grafzerk. Zie een plan om mee te schrijven en zo. Die deuren ook, hè. Het is echt allemaal marmer, hè? Echt kei-schoon en echt in een kei-goeie staat. Daar hebben ze al wel ondersteund met houten balken. Ja, daar stond die echt serieus op instorten. Dus ze hebben er wel al geprobeerd om te beschermen. Zou inderdaad ook echt veel te spijtig zijn, moest deze inzakken. A construction has been built to reduce the risk of collapse. This also means that someone is taking care for the place. And we were glad about that. Otherwise, we might not be able to see those beautiful old places. I wish more of these places could be preserved. Die hebben ze recent nog aangestoken. Waarschijnlijk voor foto's te maken, denk ik. In one of the rooms, we found this mosaic of a dog. Cave Canium. It means beware of the dog in Latin. A similar mosaic can be found in the house of the tragic poet in Pompeii, Italy. Normally, these warnings are only found in ancient Roman buildings. So, we were lucky to find one. There were also dog-related things on the walls. Je ziet ook vroeger, dat was hier allemaal heel schoon geverfd en zo. Dat is hier echt ooit echt heel, heel schoon geweest vroeger. We have showed you everything for today. And we would like to thank you for watching the video. Feel free to subscribe to our YouTube channel. And let's meet each other next week.